Dat is gewoon in feite een bezigheidstherapie voor mij. Anders zit ik toch maar thuis en heb ik een beetje last met RVA, VDAB, die toch zit te zagen voor werk, terwijl ik niet meer mag werken. Dus zo laat ze mij een beetje gerust. En ben ik toch tussen de mensen. De twee verantwoordelijken van de NOF, dat ben ik en die jongen die bij mij staat, Hussein. Veel meer contact met mensen vanuit de blokken die hier wonen en van op straat. Dus mensen komen rapper kijken voor te zeggen, ah, wat zijn er allemaal aan het planten? En dan zijn we dus ons groenten, ons kruiden. Ah, kunnen we dat kopen? Ja. Via vrijwilligerswerk, met torenkes en zo. De oogst dat wij hebben, kunnen we verkopen aan mensen die het nodig hebben. Als we hier beginnen, is er altijd één die begint in de NOF en één die begint met zwerfvuil rondom. Een beetje op de parking en zo allemaal en rondom de NOF. En soms zetten we tot 3 zakken zwerfvuil in de andere NOF. Dus blikjes, flessen. Soms de oogst, dat is je gewoon kapot smijt. We hebben het hier al verschillende keren gehad. Ik zie mezelf eigenlijk als onderdeel van de natuur en in de mensenwereld ben ik vooral actief als begeleider van ecologische projecten, schooltuinen, buurtmoestuinen. En mijn missie daarin is eigenlijk vooral om mens en natuur weer met elkaar te verbinden. We zitten eigenlijk ook in een buurt waar dat kinderen heel weinig met groen in contact komen, met groen en natuur. En omdat ik dat zelf heel veel ervaren heb toen ik klein was, die connectie met natuur, en dat ook ja, voel hoe waardevol dat is, wil ik dat zeker doorgeven. Het is ook belangrijk omdat je biodiversiteit in de stad gaat ondersteunen. Er zitten hier bepaalde zeldzame soorten insecten. Maar aan de andere kant heb je moestuiniers, je hebt kinderen, gezinnen met kinderen. Ja, je hebt gewoon passanten die hier toevallig langskomen. En natuurlijk de buurtbewoners. Dus al die verschillende mensen samen, die mix die je krijgt, ook nog een keer van ja, niet alleen verschillende generaties, maar ook verschillende culturen, maakt dat het hier eigenlijk een heel interessant project is. Er zijn een aantal mensen die hier in de buurt wonen, die zeiden van dankzij het Boerenhof hebben wij elkaar als buren eindelijk leren kennen. Want ja, er was eigenlijk niet echt een soort open ontmoetingsplaats hier in de buurt. Heb je een job? Werk je? Ja, wij zijn beter voor de afvallen opromen. Met zak, zo is het toch, afvallen. Opruimen. Iedereen, als we zijn rug is niet goed. Afval, wel ja. Met staan. Denk dat er daar staan, maar dat is niet goed.
Ik ben iemand die heel mijn leven op de buiten gewoond heeft en in een grote tuin. Maar sinds mijn pensionering ben ik naar Gent komen wonen in een huis zonder tuin. En ik heb toen beseft hoezeer ik dat mis. Omdat ik zo mis om in de natuur te zien groeien en bloeien. Zeker nu in dit seizoen bijvoorbeeld. Hoe alles weer opnieuw tot leven komt. Dat ik daarvan geniet. En anderzijds werkt het ook zo in op mijn gezondheid. Allee, dat ik mij heel voel herleven als ik zo in de natuur kan werken. Het is eigenlijk tweeërlei. Ik help misschien een beetje de natuur hier, maar de natuur helpt mij om van het leven te genieten. Ik ben een introvert iemand die moeilijk contacten legt. En als ik bij mij thuis blijf, zie ik niemand. Ik ben ook alleenstaande. Maar door hier te zijn, ben je bezig met de anderen. Je stelt vragen aan elkaar en alles gaat spontaan. En er groeit zo een zekere band met elkaar. Omdat we hetzelfde graag doen. Hè. Ik heb een schoonmaak. Elimi sokuyor. Hmm. Şöyle. Hmm. İyi bak. Daha önceden gönül işi yapmadım. Burada yaptım ama severek de yapıyorum. Herkesinden hani bağdaşmak için. Yerine göre neden nasıl öğreneyim, yerine göre başka bir şey öğreniyorum. Yerine göre onu tanımış oluyorum. Bir de stres atıyorum. Evden çıktım mıydı? Ne mutlu bana. Yemek de bana. Anamdan yemekçi doğmuşum. Annemden yemekçi doğmuşum. Bilmediğim şey yoktu. Bak şuradan şey aldım, ısırga aldım, ısırga çorbası yapacağım. Kendime güvencimi sağlarım. Din daha iyi oluyor hissediğin, vücudun hissediği, kendin de hissediğin iyi oluyor. Evde oturmadan iyi bir vakitin geçiyor, bir arkadaşın çevreyle konuşuyor. 5-10 kuruş şeyimiz, desteğimiz oluyor. Ondan da alışverişimiz yapıyor. Havalı yenge evin içinde de zırla bungalını, koronadan zırla bungalını tane ya. Evde oturu daha şey olduk, top olduk. Koronanın şeyle 6 kilo aldım 10. aydan bu yanda. 95 kiloydum, 101 olmuşsun. Türkiye'den geleli 10. aydan bu yanda. Ama geri veririm gideceğim.